voor IJsland. Ik ben toch benieuwd hoe hoog dit gaat eindigen straks. Nou, dit zou je nog wel eens kunnen verbazen. Want dit is toch een liedje wat, ja, wat je weliswaar niet verstaat. Maar hij brengt het met zoveel passie en gevoel. Dat zou zomaar eens de top 10 kunnen halen. En dat was het volgende liedje, want dat geldt ook voor Azerbeidzjan. Ja, een van de deelnemers waarvan iedereen wel zeker wist dat die uit de enveloppen zouden komen afgelopen donderdag tijdens die tweede halve finale. Het meest succesvolle land in de recente Songfestivalgeschiedenis. Ze doen mee sinds 2008 en ze halen altijd de top 10 in de finale. Nou ja, ze hebben zelfs al een keer gewonnen, want vorig jaar waren we nog in hun hoofdstad, Baku. Ja, en Azerbeidzjan gaat nu ook voor de winst. Het lied is van een Griekse successchrijver voor het Songfestival. De act die erbij hoort zit enorm goed in elkaar. Zanger Farid staat op een glazen kooi en daarin beweegt zijn spiegelbeeld. Heel indrukwekkend allemaal. Goed liedje. Misschien wel top 3. Dit is Hold Me, Azerbeidzjan. Should have seen it coming when I saw you. Should have had the sense to stop and walk away. It was gonna turn out complicated. We've hit overload, about to explode. If love is a mountain, I'd climb up to the highest of them all. I'd swim across the ocean if you'd call. I'm lost in your smile, free falling for miles. Hold me, just hold me. Unchain my soul. Give me love, make me whole. Hold me, if it's only for this moment in time. Now I'm yours and you're mine. So hold me. A little town, then you'll know better. Not to think about giving in on the one you love. Can we go back and face the moment where we used to be free? Was only you and me. Hold me, just a fall. Azerbeidzjan. Ja, mooie act hoor. Echt prachtig gedaan.